Goedemorgen, ik ben snel aan het ontbijten, want ik ga zo naar Amsterdam, want ik heb les bij Bie. Ik ben klaar om naar Amsterdam te gaan. Ik heb mijn haar een hoge staart gedaan. Ik heb dit aan en deze legging met leer en dan deze schoenen. En ik heb mijn kit die meegaat. Ik heb geen make-up op, want ik ga vandaag mezelf als model gebruiken. Overal kort, Bas Kossers komt gastles geven en dat is zeg maar mijn ultimate favoriete Nederlandse designer. Hij is echt gestoord en ik ben zo'n fan van hem. En toen ik hoorde dat hij af en toe les gaf, zei ik moet een keer bij die les zijn. Ik wil er heel graag bij zijn. En toen hadden we ook het idee dat ik eens een keer gewoon als mezelf als model meenam. Dus dat ik dan op mezelf kon oefenen. Dus dat ga ik doen. Het is wel heel erg wack allemaal, maar ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vinden om te zien. You know, when you're missing being both physically and emotionally and trying somebody, I mean, you can't turn that back. I donean, I don't care how your kids are. So. Pie. Dit is een look waar Pascal mij nog bij heeft geholpen. Dit is voor een video die ik jullie zo zal laten zien. En dit, ik vind het leuk om mezelf als een soort blank canvas te gebruiken en een verhaal te vertellen middels mijn uiterlijk. Hier werd ik een mindfulness guru. En het is wel een behoorlijke extreme look. Ik zie er een beetje uit als een soort Bollywood drag queen. Maar het was wel een hele mooie look. Wat hier heel leuk aan was, is dat ik in mijn studio wenkbrauwen en harten heb laten borduren met pailletten. Dus ik had echt de meest fancy wenkbrauwen. Die waren echt super te gek en heel groot. Kon je met mastix op. Een hele heftige wenkbrauw wel gewoon inzetten om één detail te maken in een wat genuanceerdere make-up. Maar ja, toch lijkt het wel als je dan zo die look ziet daarna. Opmaken. Ik heb dus geen model. Ik ga aan de slag met de trucjes die ik net geleerd heb. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Look nummer 1, My Little Pony smeersels. Wack, maar met zachte pasteltinten. Love it. En toen ben ik losgegaan. Oké, nu ben ik er echt een bende van aan het maken. Dit eraf was, even opnieuw beginnen met andere kleuren en zo. Next. Het is bijna een soort herfst. Herfstcreatie. Oké, het wordt steeds gekker. Ja. Wack. Pas geef me wat inspiratie voor Burning Man. Kijk hoe cool. Paarsig en dan met een bril. Zo. Stipjes. Next. Voor iedereen die de Minecraft video met Foef leuk vond toen op Beauty Gloss. We hebben er nog één opgenomen. Staat op zijn kanaal. Mijn Cave. Ik ben thuis. Oh, dit was echt fun. Dat was echt fun. Ja, nu ga ik heel eventjes iets opwarmen. Ik had van die, of althans die het Foef gehaald, van die pannenkoekjes. Hij is boven nu aan het sporten. Klein beetje. Ik ben het opwarmen uit de Poolse winkel, soort pannenkoekjes, dingetjes met kaas. Woe! Fishballs. Ik loop naar boven om te filmen en ze zijn achter me aangegaan en nu staan ze allebei soort van stil op de trap. Jongens, what's the dealio? Kom maar, Manies. Kom maar, goed zo. Ja, zij vindt het soms nog een beetje eng om op de trap te zijn. Hij rent de hele dag door op de trap. Prinsesje. Oh, gaan we naar zolder? Daar gaat ze.
Oh, zo cute. We hebben net gefilmd hoe ik mijn haar was, de routine daarvan. Fof, jij was de camera, Fof? Ja, en nu is het helemaal schoon en lekker. Nice, oké. We gaan lekker naar beneden om te gamen, toch? Ja. Yeah. Morgen ga ik deel 2 van deze video opnemen. Intro en outro. Ah, lekker. Ja. Even omgekleed en was boven gebracht. Oeh, we hebben zoveel was. 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 Yeah. Wash, wash. The never ending laundry. Never ending laundry story. Alle foto's van mijn looks van vandaag die staan op mijn Insta. Ik heb gewoon persoonlijk les gehad van Bas Kosters. Dat was echt heel cool. Nou, persoonlijk in de klas. Yeah. Je weet hoe fan ik ben van hem. I do know that. Ja, echt al jaren. Het is zo cool. Ben je blij mee schat? Ja, heel erg. Mmm, Oreo's. We hebben die Oreo's van Tad nog. En kijk eens wie er geïnteresseerd is in de Oreo's. Mm-hmm. Hallo, madame. Hallo? Het is zo stoer. Ja. Echt, nu geen idee. Ze is zo tof. Wij gaan de documentaire Spar kijken. Die hebben we nu al zo'n 3 of 4 keer gezien, ongeveer. Hij zegt awesome. Dit is de docu over Burning Man. Staat op Netflix. Ja. Echt een aanrader als je meer wil weten over Burning Man. Ja. Hele goede docu. Ja, on the other side of this line, everything will be different. Awesome, Spark was cool. En nu zijn we de eerste vlog van Vlogklos terug aan het kijken. Ja, de shirt heb ik nog. De eerste vlog op beauty, of althans dat ik een maand lang ging vloggen. Maar natuurlijk. Alright, ik ga de vlog afsluiten. Het is 1:15 en ik moet echt gaan slapen. Morgen heb ik opnames voor een podcast. Dus daar heb ik heel erg zin in. Ik ga met Jan Dino filmen. Dus ben je heel benieuwd. En wat heb ik nog meer? Ik moet 's ochtends vroeg thuis wat filmen. En daarna ga ik thuis aan de slag. En 's avonds maak ik weer foto's. Nou, in ieder geval genoeg dingen om te doen. Dus ik ga lekker slapen. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei. Done. Ik heb net gespoord. Dat zeg ik helemaal niet. Je wilde dat wel gaan zeggen. Nee.